Even een heel euforisch de aanhouden wind momentje. Het is donderdag. En vandaag ging het allemaal niet zoals de bedoeling was. Het begon al dat mijn telefoon ging en dat Mila al voor de deur stond. Oh, weer het plafond aan het filmen. En dat ik dus zwaar verslapen had. Ja, het gebeurt niet heel vaak, maar... En ik heb wel eens dat ik een wekker mis, want ik zet er een heleboel. Ik ben en blijf geen ochtendmens. Maar dat stond dus ook niet in beeld, dus ik snap er helemaal niks van, want ze stonden wel ingesteld. Daarna boodschappen ging ook allemaal niet zoals gepland, want ik kon de helft niet vinden. Maar goed, uiteindelijk ben ik rond. Ik ga nu even mijn ontbijt deel 2. Ik ga lekker rijstwafels met pindakaas eten. En Sarah heeft alleen een ochtendje school, dus die mag ik zo weer ophalen. Dus zo nog heel even snel het huis door en ik moet even kijken wat we vandaag gaan doen. Ik heb geen planning vandaag. Wel een hoop wat ik wil, maar eigenlijk ja, ik wil ook wel een beetje tijd met haar besteden. Dus ik moet gewoon echt even kijken hoe ik het ga doen vandaag. Ik heb Sarah ondertussen al uit school gehaald. Die is... Goedemiddag! Die is stickertjes aan het inplakken, want die spaart voetbalplaatjes. Te grappig trouwens, die heeft ze gekregen, dat boek van de oma van Mila. Toen vroeg ik aan Sarah, ik zeg, wat is dan jouw favoriete team? Want wij kijken eigenlijk nooit voetbal en zij dus ook niet. Zeg maar, haar wil niet meewerken. Dus ze zegt, ja, de meisjes. Oké. Ik zeg, en wat is een corner dan? Ja, dat is zo'n ijsje. Ik zeg, ja, nou, jij bent echt voetbalfan. Maar goed, ze wil die plaatjes sparen en doen ze allemaal aan de klas. Dus prima, spaar die plaatjes lekker. En ik had van alles gehaald om cakejes te maken. Maar toen dacht ik me dat ik daar geen vormpjes voor had. Dus toen hadden we het goede idee. In van Sarah, dan gaat dat morgen bij oma doen. Yeah. Dus die hebben we net gebeld. En ze heeft morgen studiedag. Dus ze gaat in de ochtend cakejes bakken daar. Daarna hebben we zwemles en daarna gaat ze bij Mila logeren. Dus Sarah heeft een hele feestdag morgen. En ik ga hebben een rijdag. En nu, omdat ik dus geen cakejes ga bakken, ga ik gewoon een poging weer doen om echt even op te ruimen. Nou, what's new? I know, sorry, moet gebeuren. Ik heb mijn haar in een knot gedaan die echt, nou, deze kant valt wel mee en deze kant wil ik het niet zien. Dat ik even actief aan de slag ga en Sarah die had zin om te helpen, dus het moet helemaal goed komen. Ik ga niet helpen. We gaan het gewoon doen. Oh, nu niet meer, net wel. Alleen de stickers. Oh, alleen de stickers. Nou, zijn die ook opgeruimd? Dan ga ik muziek luisteren. Oké. Zo leuk, want Mila spaart ze ook. Dus ze is de dubbele gaan naar Mila. En Sarah heeft echt een hele leuke, lieve juf op school. Als ze de dubbele daarin leveren, kunnen ze ook een boek elke keer tussendoor aan de juf afgeven. En die kijkt dan in de pauze en zo. Ja, de juf ook de eigen plaatjes doet ze erbij. En dan gaat ze kijken welke plaatjes ze hebben. En wie wat nog nodig heeft. En dan krijgen ze daar altijd weer dubbele. Dat deze ook met de keukenheldenactie van Jumbo. Nu weer met de voetbalplaats van Albert Heijn. En dat doet ze eigenlijk in de lunchpauze. Of in de kleine pauze. Als die kinderen zeg maar even geen les hebben. Dan gaat ze dat soort dingetjes doen. En dan hebben alle kindjes altijd al hun albums vol. Dus dat vind ik echt zo verschrikkelijk leuk. En daar leveren ze dus al hun dubbele in. En zo komen ze altijd op een mooi plekje. En anders gaan ze weer naar een andere klas als de hele klas een plaatje heeft. Dat is echt top. Top is daar. Ja. Dan moet ik even wat op doen. Oké. Jij bent mijn bediende vandaag volgens mij. Ja, ik vroeg voor u. Oké. Wat gaat u doen? Ik moet even iets opzoeken op de computer. Ik zie... Kinderfeestje dat krokodil bij de bioscoop was. Oh echt, heb je dat gezien? Oh, het grappig als ik dan wil filmen, dan heeft Sarah gelijk wat te vertellen. Ik ben heel goed bezig met deze spiegel gepakt, dat is de oude spiegel van de slaapkamer. Die gaat weg, maar die ga ik gewoon verkopen. En ik heb echt alles van elektronica, hier moet ik zo even, dat gaat ook allemaal weg. Dus, oh ja, Sarah is zo schattig aan tekenen. Hij wordt echt heel leuk. Het is een kleurwedstrijd. Kijk, hij wordt zo leuk. Je bent zo je best aan het doen. Ja, Sarah, de hand ligt over onze privégegevens heen.
even een heel euforisch de aanhouden wind momentje. En ik heb een bom op mijn hoofd, zie ik. Mijn knot zit niet echt heel netjes meer. Maar al die kabels zijn weg. Ik heb uitgezocht wat de nieuwe dure kabels waren. Die heb ik te koop aangeboden. De andere heb ik allemaal in een zak gedaan voor de kringloop. Morgenochtend gaan we naar mijn moeder. En voordat we daarheen gaan, ga ik dat wegbrengen. Dus het is weg. Gedaan. Dus het laadje uit de kast is nu ook bijna leeg. Er liggen alleen nog wat losse dingetjes in. En verder heb ik het gewoon gedaan. En ik ben echt trots op mezelf. Want ik loop hier echt al weken tegenaan teken. En het is gewoon gedaan. Sarah, die is mond dus gepeerd. Die zit bij de buurmeisje. Daar is ze aan het spelen. Ze heeft een kleine buurmeisje. En dat vindt ze altijd heel erg schattig en leuk. Maar ja, die vindt het nog eng om bij anderen te komen. En die mag ook nog niet buiten spelen. Dus daar is ze aan binnen spelen. En ik moet zo alweer gaan koken. En ik heb echt geen zin. Want ik wil eigenlijk gewoon genieten van hoe ik dit gedaan heb. Het klinkt echt heel stom, maar het voelt gewoon even zo. Maar goed, ik ga het wel doen. Want Marco moet vanavond voor zijn derde avond weg. En dan moet hij ook op tijd weg. Dus ik drink even een theetje. En dan ga ik het eten opzetten. Ik heb samen met Sarah lasagne gemaakt. En Marcia is jarig en die woont hier vlakbij. De lasagne staan in de oven. Dus Sarah is nu een hele grote ballon aan het opblazen. En we gaan de deur versieren. En ik heb de hele dag expres gewacht. Want ik weet dat ze nu uit eten is. En ik denk, ja, anders ziet of hoort ze me. Dan vind ik het helemaal niet leuk. En daarna komt ze thuis en dan hangt het er gewoon. Dus dat vond ik gewoon heel leuk. En Sarah is ze net zien vertrekken. Dus ik denk, ja, dat gaan we nu doen. Die lasagne staat toch nog even in de oven. En dan ren ik zo even naar buiten en dan gaan we dat doen. Ik ben zo benieuwd de reactie en als ze door heeft dat ik dat heb. Ja, hij is zo wel groot genoeg. Hij is onze hoofden bij elkaar, dus denk ik, kijk maar. Hij is gigantisch. Eerst ga ik nog een tekening voor hem maken. Oh, ga je nu een tekening maken? Oké, okay, nou, ik ga even opschieten, want het moet wel op tijd natuurlijk terug zijn zo. Ga de deur versieren. Ik moet een grote ballon hier aan doen. Nog een keer, dat hij er lekker moeilijk afgaat. Zo, die hangt ervoor. Kiki. En dan die tekening. Nou, het blijft onscherp. Wil je hem niet scherp stellen? Nee. Wil je tekening dan hier mooi op ogen? Nou, wil mijn tape niet. Kom, beginnetje. Oh ja, komt ie. Ik wil mijn eigen ballon doen. Ja, ik wil mijn eigen tekening doen. Nee, dat doe ik, want haal ik hem hoog. Kijk, zie je? Ja. Dan ziet ze hem heel mooi. Zo. En we hebben vlaggetjes gemaakt, hè? Die gaan we ook gewoon opplakken. Hoeveel vlaggetjes heb je gemaakt? 4. Waarom? 4. Ja, dat vond ik leuk. Kijk uit met de camera, schat. Nou, echt een tape wil zo niet meewerken, dat het gewoon niet leuk meer is. Tape heeft gewoon ook koud. Daar kan het moeilijk aan niet, maar ik denk dat hij het dan niet meer doet. Zo. En die hier. Oh. Zit gelukkig tape wat te makkelijk afgaat. Zo, en dan heb ik nog een van de 3. Je hebt er 5 gemaakt. 4. 5. Oh ja. Hè? Nee, 4. 1 hangt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, zo bedoel je de puntjes. Ja. Ja, ik bedoelde gewoon hoeveel vlaggetjes dat zijn. Zo. En dan die daar, dat eraan. Ik vind Marcia heel leuk. Wat film jij? De grond? Nee. Nou, echt wel. En ze weet nu wel, want je hebt je naam erop geschreven. Ze weet wel dat wij het waren. Ja, maar het is toch leuk als ze het weet? Ja, ik denk het is grappig als ze niet weet dat wij het waren. Maar dat maakt niet uit, het is ook leuk. Tomaten, is er ergens weer iets kapot te halen? Sarah, blijf maar even gewoon stilstaan met de camera, want... Ze komt ergens midden in de nacht thuis. Nee, dat is de vijand erbij.
Kijk, daar gaat hij. Leuk, daar gaat hij. Zo, dat is leuk, hè? Dat het leuk versierd. Sarah ligt op bed, dus ik ben maar vast begonnen om alle dingetjes van morgen in te pakken die we mee moeten nemen. Ik moet Sarah's zwemtas, die heb ik net klaargezet. Die neem ik in ieder geval mee naar mijn moeder. Stel, het loopt uit. Dan kunnen we gelijk door naar de zwemles. Sarah wil de boekbespreking. Maar oma ook nog oefenen, dus de boek. Ze heeft een kleurwedstrijd die mijn moeder in zou leveren. Ze gaat cakejes bakken. Wat we eigenlijk eerst hier wilden doen, maar ik had dus niet alles. Ik denk als ik het nu vast inpak, dan scheelt het morgen op. Want de ochtenden zijn nooit helemaal normaal. Echt, deze kast. Het is echt helemaal erin gepropt, omdat het gewoon niet erin past anders. Het moet ook echt anders, maar ja, you know the story, het hoeft maar gewoon niet. Maar goed, de andere kasten zijn wel ook gelukt. Dus het gaat me lukken op een dag. Ja, de rest moeten de verse dingen in. Dus dat is niet handig om nu te doen. Moet er nog iets anders in? Nee, volgens mij niet. Nou, zijn we aan het kaarten. En ik wilde net vertellen dat Marco goed gaat en hij gaat uit. Nou, het viel mee wat ik in mijn hand had, gelukkig. Toch nog wat puntjes, maar het is echt het gewoon weer... Weer op rij. Elke keer heb ik één goede beurt. Dan ga jij weer. Wat heb je? 150. Heel de avond werd ik zo goed als ingemaakt. Marco wilde naar bed, dus ik zeg, nou laten we nog één potje even spelen. Ik weet niet, ik had zo'n voorgevoel en dat potje won ik dus echt geweldig. Want Marco ging, die had niks. Hij ging alleen maar de min in en ik haalde nog wel een leuke score. Dus we hebben toch een beetje nog leuk afgesloten. Nu ga ik naar bed. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Doei doei.